Welkom bij Business Point, het zakenprogramma voor de regio Haaglanden. Met nieuwe gasten bij ons aan tafel aangeschoven in een nieuwe aflevering. Gepresenteerd vanuit een sfeervol Dok 28 in Scheveningen. En wie zijn onze gasten vandaag? Straks praten we over innovatieve acquisitie. Welke ondernemer wil daar nou niet meer over weten? We gaan praten met de dames en hun bedrijf heet Vertel en ze gaan het ons vertellen. En dat zijn Annelies Elzinga en Carla Meeuwsen. Dat straks. Voor die tijd zitten bij ons aan tafel Erik Spanjaard en Eline Ruiter. Erik Spanjaard is accountant en hij kijkt in de boeken bij zijn klanten. En die zien het einde van 2013 naderen. En sommigen daarvan kijken heel zorgelijk. Daar gaan we het over hebben. En ook een klein beetje over de ontwikkelingen van de digitalisering in zijn eigen vakgebied. Wat betekent het voor hem als ondernemer in relatie tot zijn eigen klanten? En met Eline Ruiter praten we over het audiciënvak, want zij helpt mensen met een hoortoestel al sinds mensenheugenis op haar eigen manier. Dat zijn de onderwerpen in deze nieuwe aflevering van Business Point. En onze eerste gasten zijn bij ons aan tafel aangeschoven. Erik Spanjaard en Eline Ruiter. En met Eline Ruiter beginnen we. Je bent eigenlijk je hele leven al met spreken en luisteren bezig, hè? Nou, mijn hele leven, ja, eigenlijk kan je het zo wel zeggen. Ja, in ieder geval, mijn hele werkbare leven, absoluut. Wat heb je in het verleden gedaan? Je komt uit de logopedie? Ik kom vanuit de logopedie en daarin heb ik me gespecialiseerd in het gehoor. Dat vond ik het meest interessante. En zo ben ik eigenlijk de audiciënsbranche ingerold, zo'n 17 jaar geleden. En daar ben ik blijven hangen. Ja. Hele spannende branche. Spannende branche. Het vooroordeel wat je vaak hoort is, audiciën, daar gaan oudere mensen naartoe. En die betalen heel veel geld voor een duur hoorapparaat. En ja, wat je dan toch vaak hoort is dat ze er blijven prutsen en proberen en problemen mee hebben dat het niet echt goed werkt. Ja. Is dat nou een vooroordeel of klopt het wel een beetje? Nou, ik denk niet dat het een vooroordeel is. Ik denk dat het gewoon veel te vaak op die manier gebeurd is. Hè? Dus dat het ook niet voor niks is dat op die manier in de media ook terecht is gekomen. En dat is wel jammer. Maar hoe komt dat dan? Is het dan zo'n ingewikkeld vak? Het is best een ingewikkeld vak, ja. Je hebt, kijk, als ik iemand een bril aan zou meten, dan kan ik heel makkelijk meten. U heeft min 1, min 2, dus die glazen zijn goed. Maar bij een hoortoestel, dan doe je een hoortest, maar dat is alleen nog maar een uitgangspunt. Als ik dan 3 mensen naast elkaar zou hebben zitten en die zou ik eenzelfde hoortoestel geven, dan zou ik 3 verschillende reacties krijgen. De een vindt het prima, de ander vindt het te scherp en de ander vindt het te dof. Nou, daar moet je wat mee. Geluid is beleving. We horen allemaal op onze eigen manier. En dat is heel belangrijk dat je daar heel goed contact hebt met je klant. Om te zorgen dat je een goed hoortoestel kan adviseren. En ten tweede het ook nog eens een keertje heel goed kan aanpassen. Ja. Zodat het echt in de situatie van die klant ook zo optimaal mogelijk werkt. Ja, je hebt bij de grotere audiciëns gewerkt. Op een dag heb je voor jezelf besloten, ik ga het anders doen. Ja, ik ga het beter doen. Ja. Hoe ga je het doen? Ja. Ja, goed, op een gegeven moment dan groei je een beetje uit elkaar. En toen heb ik gedacht van nou, dan ga ik het voor mezelf doen. En het belangrijkste is dat ik het heel belangrijk vind om gewoon tijd en aandacht aan die klant te geven. Tijd is voor mij kwaliteit in dit geval. Hè. Je verdiepen in die klant van wat beweegt hem, waarvoor heeft hij het nodig, wat zijn de wensen en verwachtingen en wat voor oplossing past daarbij. En die oplossing, dat is ook belangrijk om dat op een goede manier aan te passen. Hè? Wat ik zojuist ook al even zei. Dus ook met de juiste tijd en aandacht en ook met de juiste apparatuur. En ja, met die componenten samen kun je eigenlijk pas echt een succesvolle aanpassing garanderen. We zijn even eens kijken hoe dat in zijn werk gaat. Ja, en dat zag heel er leuk. Heel interessant uit. Ja. Zo, goedemorgen. Laten horen zoals we het normaal horen. Dat is op deze manier. Als ik dan uw gehoorverlies erin teken,
Dit is wat we willen bereiken straks met de aanpassing van de hoortoestellen. Ik ga u een aantal mogelijkheden laten zien. Van mij een ketting omgehangen en daarmee gaan we de hoortoestellen programmeren. Hoe klinkt dat zo? Oké, dan doe ik eventjes alles in een tasje voor u. Heel veel succes daarmee! Dat was even een indruk van hoe dat in zijn werk gaat. Je neemt echt de tijd voor de mensen, dat is wat je, wat je ook zei. Ja. Maar hoe zorg je nou dat zo'n apparaat echt optimaal is afgestemd op de specifieke problematiek? Is dat een kwestie van technisch heel goed meten? Daar begint met een technisch hele goede meting. Want dat zagen inderdaad. We hier, allerlei... Ja, dat klopt. Maar en dat zag je in het filmpje niet helemaal terug. Wat je ziet is dat ik heel individueel met mensen bezig ben. En ik doe ook echt een meting met het toestel in het oor. Zodat ik echt kan zien en kan horen en kan laten zien ook aan die klant. Van zo komt het geluid in het oor aan. Dit is wat we kunnen bereiken. Maar dit is ook wat we eventueel niet kunnen bereiken. He, zodat je echt ook weet van nou, ik heb hier gewoon echt het maximale uitgehaald. Nou, maar betekent dat eigenlijk dat de klachten die je dan... Waar we het net over hadden, die vooroordelen, dat dat niet zozeer is, de apparaten zijn niet goed, maar dat er niet goed echt maatwerk is geleverd. Ja, dat zou je zo kunnen zeggen. We zagen een oudere man in het filmpje. Ja. Zijn het altijd oudere mensen? Ja, nee, zeker niet, zeker niet. Op dit moment heb ik een stuk of 5 mensen lopen van mijn eigen leeftijd. He, als we ietsje ouder worden, krijgen we allemaal te maken met dingen. De een wordt grijs en de ander wordt een beetje kaal en de ander krijgt wat rimpels. Slechter horen hoort daar net zo goed bij. He, dus we krijgen allemaal te maken met een minder goed gehoor. Alleen de een in meerdere mate dan de ander. En bij de een zet dat ook op jongere leeftijd al in dan bij de ander. Ja, en daarnaast heb ik natuurlijk ook wel wat kinderen die met een aangeboren slechthorendheid of een middenoorproblematiek wat aangepast moet worden. Kortom, er is nog veel werk te doen en er blijft veel heel werk. Heel veel, absoluut. Dank je wel, leuk. Erik, eerder bij ons in het programma geweest. Heel inspirerend gesprek herinner ik me. Dank je. Over ondernemers die het moeilijk hadden in deze tijd. Onze kijkers dat ook vonden. Intussen zijn we 3/4 jaar verder. Ja. En 2013 zit er bijna op. Ja. Jij kijkt best wel in wat keukens. Wat zie je daar? Makkelijk gaat het denk ik niet, hè? Nee. Het is heel moeilijk. Bedrijven hebben het heel moeilijk. Heb ik vorige keer natuurlijk al gezegd. Er zit een heel klein beetje verbetering in de markt, denk ik. Ik zit best wel veel in bouwgerelateerde bedrijven. Niet allemaal, maar wel veel. En ja, daar zie je best wel lichte verbetering, maar we moeten niet vergeten dat alle ondernemers echt aardig uitgevrongen zijn. Ja. En echt op hun laatste benen lopen. En het blijft toch een hele spannende winter die eraan gaat komen. Dat vond ik een belangrijke opmerking uit een van onze eerdere gesprekken. Dat jij zei, ja, ondernemers hebben eigenlijk te maken met 2 zaken. We hebben die crisis waar iedereen over praat. Maar tegelijkertijd is er ook een enorme digitale revolutie aan de slag die het hele zaken doen verandert. En sommigen hebben daar misschien nogal meer last van dan van die crisis. Maar dat hebben ze vaak zelf niet in de gaten. Precies. Dat zie je dus ook. Ja, ik trek het zelfs even naar ons bedrijf toe. Want ik zei vorige keer zei ik dat... ondernemers zich moesten realiseren dat de wereld per kwartier veranderde. Ja. En dat je daar, als je daar snel op inspeelt, zijn er enorme kansen. Maar als je even zit te slapen, dan heb je een hele grote achterstand. En dat is inderdaad wat ik vorige keer zei, een grotere dreiging nog als de crisis. Ja. Want de koek is er natuurlijk best wel, maar er wordt harder om gevochten. Nou, je zegt ik trek het naar onze branche toe. Ja. Wat betekent dat dan voor jullie eigen werk? Ik vond het wel leuk, ik zat een heel verhaal vorige keer over te vertellen. Toen dacht ik later, ja, kijk ook naar jezelf. Dus wij hebben ook stevige stappen gemaakt. De rol van een administratie- en belastingadvieskantoor wijzigt heel snel. Daar moet je heel goed mee opletten, want er is een... Door vragen uit de markt en door toegenomen automatisering gaat dat werk van ons veranderen. En maar wat verandert er precies? Nou, vroeger was het Vroeger 90% was het administratie. Dan maakte je een jaarrekening en dat was het. Ja. En af en toe gaf je ze advies. Tegenwoordig geef je veel meer advies. Veel minder administratie. De klant vraagt ook... Om makkelijker aanleveren, gebruiken van de IT. Wij zijn daar stevig, wij maken daar stevige stap in. Maar concreet, vroeger kwamen ze die schoenendoos brengen. Ja, dit is het, maakten maar een jaarrekening van. En nu? Tegenwoordig kunnen we natuurlijk bankafschriften automatisch inlezen. Dat doen we. Daar hebben we ook in geïnvesteerd.
per 1 januari aanstaande kunnen bij ons mensen ook zelf inloggen op een administratie, zodat ze zelf kunnen kijken naar de stand van zaken. Wij willen eigenlijk, ook wij moeten dus echt goed toekomstgericht zijn. Wij willen voor elke segment aanspreekbaar zijn, dus inclusief de mensen die met hun schoenendoos aankomen. En we willen aanspreekbaar zijn voor mensen die eigenlijk alles zelf doen, maar eigenlijk willen dat wij alleen de jaarrekening doen en even meekijken met de aangifte omzetbelasting. Maar de hoofdlijn die je zegt is, mensen doen eigenlijk steeds meer zelf. Ja. Of de automatisering doet heel veel. Ja. En dat betekent, wij zijn niet meer uitvoerend bezig, maar daardoor komen we meer aan adviseren toe. Precies. Dat betekent dus ook dat je daarom, zeg maar, hoger niveau mensen zelf aanneemt. En meer. Dat betekent het vak wordt wel leuker op zich, toch? Ja, nou, dat heb ik vorige keer al gezegd. Hè. Ik ben nooit iemand die daarin gedijt. Maar ja, het is denk ik de enige manier ook te overleven. Ik heb vorig jaar al gezegd, je dient snel met je stukken te zijn bij de klanten, snel bij de jaarrekening. Tussentijds niet, ook dat doet je IT. Snel moet je tussentijds stukken kunnen opleveren. Wat je ook krijgt is dat het gesprek verandert. Ja. Het is niet meer zo vreselijk interessant om bij een jaarrekening te praten over de toe- of afname van accountantskosten. Liever afnemen natuurlijk voor de meeste klanten. Maar het is veel belangrijker om goed met de klant door de jaarrekening heen te lopen en door de tussentijdse rapportage en aan te geven waar de knelpunten zitten. Nou, daar kunnen wij natuurlijk een grote rol bij spelen. En ondertussen heb je buiten te maken met een klimaat waardoor er best heel veel knelpunten zijn. Ja. Dus zeg maar meer adviseren in een klimaat ook waarin dat advies harder nodig is. Ja, precies. Wat zijn dan de onderwerpen die ter sprake komen? Waar gaat het dan over als je dan inhoudelijk erin duikt? Nou, wat je vaak ziet is dat wij toch best wel door cijfers heen kunnen kijken en de ondernemer kunnen confronteren met hoe dat de afgelopen tijd gegaan is. Dat is niet altijd leuk. Voor een ondernemer. Dat weet je toch zelf wel? Ja, dat is toch wel prettig om de man van de buiten. Kijk, als jij naar een jaarrekening kijkt met een bepaalde omzet en je ziet dat daar een aantal uren voor zijn gemaakt, dan kun je toch vrij snel als buitenstaande zien wat die mensen per uur hebben opgeleverd. En dat zit vaak in het MKB nog onder het bedrag waarmee gecalculeerd is. Nou, dat is natuurlijk interessante informatie van een ondernemer. Die zal vaak in het begin het hebben over de markt. En dan kom ik weer met mijn credo, de markt, dat is buiten, dat is niet zo interessant. Ja, die ondernemer zegt het gaat moeilijk, want ik kan geen goede prijs rekenen. Die verkoopprijs is één, dat ik vorige keer ook gezegd, het gaat er veel meer om, wat doe jij in je organisatie? Hoe zorg je nou voor dat je concurrerend blijft? Dat is met name in projectgerichte organisaties. Door projecten goed aan te sturen, goed in te richten, goed voor te bereiden. Daar zit enorm veel. Als je met een winkel kijkt, dan kun je natuurlijk met een ondernemer eens goed kijken naar wat zijn de marges, wat zijn je vaste kosten. Wat is je break-even? Zit er meer omzet in de markt of moet je in de kosten wat doen? Het zijn allemaal vragen waar een ondernemer in zijn dagelijks leven niet altijd aan toe komt. Dus je zegt eigenlijk, ze zoeken het toch een beetje in de verkeerde hoeken, zeg maar, waar je het probleem niet meer op kan lossen. Nou, je noemt als voorbeeld die projectgerichte organisaties. Ja. Heeft dat dan te maken met het in de klauw houden van een project? Ja, je ziet dat. Kijk, je ziet dat toch veel. Zie je daar hebben ondernemers vaak. Ondernemers zijn vaak gericht op het binnenhalen van het project. En het zijn mensen die commercieel bezig zijn, maar het goed uitvoeren van dingen. En projecten moet je ook in overdrachtelijke zin zien. Hè? Het is niet alleen maar het concrete project, dit is eigenlijk alles wat je doet in een onderneming. Je moet dat ook winstgevend kunnen uitvoeren. Nou, daar kunnen wij best een goede rol in spelen, omdat wij in de binnenkant kijken. Ja, daar is denk ik soms wel meer in te halen als in die verkoopprijs. De verkoopprijs ligt toch vast. En als je dat wil halen, wat moet je dan doen? Waar zit het dan in? Is het planning? Is het organiseren of is het met automatisering op te lossen? Ja, het is met automatisering is wel een stuk op te lossen. Maar met name in projectorganisaties, er zijn beroemde faalkosten. Ik zeg wel eens tegen een ondernemer, kijk nou eens in totaal wat je in een jaar begroot hebt aan kosten en waar het eigenlijk voor gedaan is per project. En dan zie je ze eigenlijk al staan, die kosten. Je hebt dan niet binnen de normen kunnen doen. En vaak is het zo, als je met een ondernemer zit te praten en die heeft 2 of 3 projecten, pak je eruit en je zegt, laten we nou samen eens gaan kijken. Welke mensen hebben daar nou gewerkt? Wat voor kosten hebben daar nou opgemaakt? En dan zie je vaak al in 10 minuten dat niet goed gaat. Dat er gewoon heel veel uren gemaakt zijn. En onze klanten vechten keihard om te overleven. En het is ook moeilijk buiten, maar ja, daar zijn we al hele slagen in te maken. Als je in dit soort gesprekken terechtkomt met ondernemers, dan zit je echt heel diep in de operatie ook. Dat is eigenlijk ook de ontwikkeling die je schetst. We maken niet meer de jaarrekening, we zijn veel meer aan het adviseren. Ja. Betekent dat die band ook hechter wordt met die ondernemer? Ja. En je zei net, ik moet veel meer bereikbaar zijn, hij verwacht ook meer van je. Het is heel leuk, hè? De wereld is een dorp. We kunnen werken in India, we kunnen in China werken, we kunnen thuis werken, we kunnen op de maan werken. Maar uiteindelijk, het aardige is dat door het aantal contacten wat je krijgt met een klant, die intensiever en sneller is, eigenlijk adviseur tegenwoordig dichter bij huis zoekt zelfs. Dat is een hele tegenovergestelde ontwikkeling. Ja. Adviseur is iemand waar je even bij binnen moet kunnen lopen.
Weet je, mailen is leuk, een beetje praten is leuk, maar op een gegeven moment moet het ook even in de buurt zitten. En het aardige is dat waar je vroeger één keer per jaar een jaarrekening ging bespreken, dat kon best in Groningen. Maar tegenwoordig is het eigenlijk toch allemaal regionaal. Alles wat wij aan aanwas hebben, is gelukkig best een hoop, maar dat is regionaal. Dat betekent mensen moeten je even kunnen zien en even met je bij kunnen praten. Het gaat natuurlijk toch heel vaak over existentiële dingen. Ja. Overleef ik? Hoe zit mijn financiering? Kan er nog iets met mijn rendabiliteit verbeteren? Dus ja, het is heel komisch, maar daardoor ga je dichter bij de ondernemer zitten, zowel letterlijk als figuurlijk. Prachtige afsluiting. Hè? Ik zie jou een aantal keren knikken. Je ja, bent zelf ondernemer. Herken je het verhaal van de samenwerking met je adviseur op die manier? Je bent zelf ondernemer. Ja, absoluut. Het is gewoon heel belangrijk om daar scherp in te kijken. En je bent zelf zo natuurlijk bezig met je vak, dat het af en toe heel goed is om eventjes, ik noem het altijd mijn geweten, dat even mijn geweten aan mij erop wijst van joh, zou je niet dit of dat eens eventjes nader onder de loep nemen? En die heb je dan niet zozeer nodig om die kosten op te tellen, want dan kun je zelf in principe ook wel de hele dag ondernemen. Ja. Maar dan echt voor dit soort gesprekken. Zeker. Helder. Nou, ja. En die heb je dan heel graag dichtbij je, letterlijk en figuurlijk. Heel erg bedankt voor je toelichting. Graag gedaan. En als volgende zijn bij ons aan tafel aangeschoven Carla Meeuwissen en Annelies Elsenga. En we gaan het hebben over het verkopen anno 2013. Carla, je bent al hoe lang actief op het gebied van telemarketing? Nou, 25 jaar. Ja, 25 jaar. Ja. Maar je hebt het niet meer over telemarketing, hè? Eigenlijk gaan jullie veel breder de laatste jaren. Ja, ja. Telemarketing, ja, het is niet old fashioned, zou je haast zeggen. Er is helaas geen beter woord voor. Het is nog steeds wel telemarketing, maar de markt is gigantisch aan het veranderen. Ja. En bij telemarketing denkt iedereen echt aan telefonisch verkoop. Ja. En telefonisch verkoop bestaat echt niet. Dat is gewoon niet mogelijk. Dus je vak, jouw vak, ja, is nogal in ontwikkeling. Er verandert heel veel. Ja. Wat is de ontwikkeling? Schets hem eens. Nou, wat je gewoon heel erg merkt is dat echt het maken van afspraken steeds lastiger wordt. Waar je een paar jaar geleden nog makkelijk kon bellen en iedereen wel riep, ja is goed, kom maar langs. En dan had je de zogenaamde koffieafspraken waar iedereen het over heeft. Ja, dat gebeurt nu niet meer. Mensen hebben er helemaal geen zin in, doen dat niet meer. Je moet echt met een goed verhaal komen, je moet een interessant product hebben, je moet onderscheidend zijn. Wil je bij iemand aan tafel kunnen komen? En dat onderscheidende zit vaak niet in het product of de dienst, want alles is overal vindbaar. Maar zit het meer in de manier, hoe breng je het? Hoe vertel je het? Wat is je verhaal aan de telefoon? Hoe is eigenlijk je eerste indruk? Dus dat is wat je ook in een live gesprek hebt. Je eerste indruk wanneer je iemand ontmoet, is dat aan de telefoon ook heel erg belangrijk. En dat is echt een grote verandering. Nou, dus samengevat, het is gewoon heel erg veel moeilijker geworden. Het is veel moeilijker geworden. Ja, tegelijkertijd zie je dat denk ik het belang voor ondernemers en voor ondernemingen veel groter is geworden. Wat je nu heel erg ziet, is dat bedrijven zeggen, ja, we hebben heel veel accountmanagers in dienst. Ja. Die voorheen continu op de weg waren, die veel meer in huis zijn. Dat is een slecht teken. Als je een accountmanager in huis hebt, dan moet je eigenlijk op je hoofd gaan krabben. Maar die moeten nu zelf hun acquisitie meer en meer gaan doen. Dus het wordt ook wel meer door bedrijven zelf gedaan. Jullie weten hoe het moet. Je geeft enerzijds trainingen aan bedrijven die zeggen, we doen het echt met onze eigen mensen zelf. Ja. Ja. Je kan zeggen, we nemen het aan en bedrijven besteden het uit. Dan gebeurt het bij jullie door je. Ja, door ons team. Zijn er nog stappen tussen? Want ik kan me voorstellen dat tussen het moment dat je zegt, nou, ik besteed het uit, of ik doe het helemaal met mijn eigen mensen en die laat ik trainen, dat nogal een drempel is. Nou, daar hebben wij natuurlijk wel goed over nagedacht. Want het is natuurlijk eigenlijk een heel vreemd fenomeen al jarenlang. Dat juist voor die middenmoot er nooit echt iets is. En de middenmoot is zo groot. Het is een hele grote markt. En dan moet je denken aan de, vooral in deze tijd, de ZZP'ers, de eenpitters, maar ook de kleinere bedrijven die 5-6 mensen in dienst hebben. Aan de ene kant is een company training daar wellicht te duur voor, maar hebben ze ook niet daar de juiste mensen voor. De andere kant telemarketing soms ook te duur. Plus de handling, alles wat dan, als je gaat bellen, heeft dat ook heel veel consequenties voor je bedrijf. Dat kunnen ze niet altijd aan. En voor die middenmoot hebben wij wel lang over nagedacht van daar moeten we iets voor kunnen bedenken. En dat hebben we inderdaad gevonden in de vorm van, wij noemen het flexcoachen. Coachen is natuurlijk ook wel een beetje een modegril, maar we hebben er even nog geen. Het dekt wel de lading. En wat het inhoudt is het volgende. Het is een klein kantoor. We hebben een mooi kantoor, prachtig ook qua ambiance, goede sfeer. Niet al te veel werkplekken en je kan bij ons één plek, een dagdeel per week huren. En je gaat daar zelf bellen.
als ondernemer of iemand van jouw bedrijf. Ga je daar zelf bellen met je eigen lijsten, met je eigen doelgroep. Alleen wij, ja, zoals we het altijd even cru zeggen, wij trappen het aan. Dus wij zorgen ervoor dat je het ook echt doet. Dat je discipline opbrengt en ondertussen constant... Eigenlijk zijn wij dan aan het trainen. We geven je allemaal tips en tricks mee van hoe, waar moet je op letten, hoe kan je iets benaderen. We denken ook na over waarom benader je die doelgroep. We zetten ze ook aan het denken. Wat, om wat voor reden ga je nou die doelgroep benaderen? En wie moet je daar eigenlijk hebben? Wie wil je nou spreken? En wat wil je nou met diegene bespreken? Dus we zetten ze aan het denken. Maar voor een heel groot deel gewoon de discipline opbrengen om het iedere week weer te doen. En als ze bij ons weggaan, hebben ze wel weer een tasje met afspraken. En ze hebben een tasje met huiswerk, want ze moeten in die week wel weer dingen opvolgen en dingen blijven doen. Nou, jullie begeleiden ze echt daarin. Ja. Merk je dat het werkt? Zeggen ze dat zelf ook? Wat stellen ze? Het werkt omdat ze afspraken maken. Of omdat ze... Ze zien resultaat. Ja, daadwerkelijk resultaat. Meer resultaat dan toen ze dat... Ja, één door de discipline. Twee, omdat ze het op een andere manier insteken. Dat wat we ze proberen aan te reiken. Maar ook, ze worden zelf krachtiger. Dus je, als iets lukt, word je vanzelf positiever. En als je trots bent op wat je doet als ondernemer... en je dat ook echt kan uitstralen aan die telefoon... dat hoort die ander. Want, en dat brengt ook succes. Dus mensen worden gewoon daadkrachtiger uiteindelijk ook. Maar je krijgt mensen binnen, die zitten bij jullie. Ja. Die hebben zelf al verkoopervaring, die hebben het veel gedaan. Ja. En toch gaan jullie ze nog iets leren. Kun je ze een paar voorbeelden noemen van dingen die je zegt? Nou, iets heel simpels is, en dat zit me eigenlijk puur gewoon in de taal. Heel Nederland zegt altijd, ik ben op zoek naar, hè, meneer Jansen. Eigenlijk zeggen we daar iets heel vreemds mee. Dus wij raden ze echt aan, ik wil graag spreken met, of kunt u me doorverbinden met. Dus, het heeft ook te maken met rust. Vrouwen praten vaak snel hoog, laat je stem eens zakken. Dat zijn maar hele kleine nuances die ik nu als voorbeeld geef. Maar maken net dat verschil, dat onderscheidend stukje. En waardoor je uiteindelijk de brug hebt gemaakt en kan vertellen over wat jij te bieden hebt als ondernemer. Je zei ze zijn tevreden, want ze boeken resultaat. Ze boeken. We zijn even wezen kijken en ook even wezen vragen wat men er zelf van zegt. Goedemorgen, ik zou graag willen spreken met degene die verantwoordelijk is voor het wagenpark. Er zijn een paar dingen dat je de focus goed houdt. En dat was even een indruk van hoe dat in de praktijk in zijn werk gaat. Ja. Mensen komen dus voor één dagdeel. En dan, In principe vier weken. Uit ervaring zijn we nu wel op een punt dat we zeggen, eigenlijk zou je het 6 weken aansluitend moeten doen. Drie uur is een dagdeel. Een ochtend of een middag. Dat wisselen we af. Dat gaat op afspraak. En in die periode van 4 tot 6 weken zie je gewoon mensen sterker worden. Ook weer lol krijgen, weer kunnen staan voor het is een werk voor een gaaf bedrijf. Of als je zelf een bedrijf hebt. Het is best lastig om te zeggen, dat kan ik goed. Het is veel makkelijker om het voor een ander te doen, acquisitie, dan voor jezelf. Daar moet je ook een weg in zien te vinden. En, 4 tot 6 weken. We hebben echt een aantal bij die dat nu voorlopig een tijd gewoon doen. Vanwege ook het feit van als ik er naartoe rijd, dan zit ik daar en dan ben ik 3 uur met nieuw business bezig. Maar niet te vergeten, ook een stukje relatiebeheer. Wat doe je met je loyale klanten?
bel je die op? Soms is het wel eens een probleem. Ja. Hoe ga je daarmee om? Het zijn wel allemaal punten die aan bod komen tijdens deze uren dat ze bij ons werken. Ja. Het viel net al heel even. Als je accountmanagers door het kantoor ziet lopen die niet op de weg zitten en niet aan het bellen zijn, heb je een probleem. Ja. Ik denk dat dat een gevoel is dat heel veel ondernemers kennen. Eigenlijk zeggen jullie, zet ze maar eens bij ons neer. Ja. En dan gaat het beter. Ja, maar, ben van overtuigd. Ja, maar je zegt eigenlijk ook van ze krijgen zelf weer meer, zeg maar, inspiratie voor hun eigen product, hun eigen organisatie. Ja, omdat je erachter komt dat het gewoon leuk is. En het fijn is om te mogen vertellen dat je bij een ontzettend leuk bedrijf werkt. En wat je te bieden hebt. En als je dan ook merkt dat je daardoor een afspraak maakt. En vaak ga je zelf naar die afspraak. Nou, dan komen ze de week daarna terug, vertellen ze hoe dat was. En hoe gaaf het is gegaan. Dat daar inderdaad een opdracht uit gaat komen. Dat maakt je... Ja, de succes werkt aanstekelijk. Ja. Dat, feitelijk zeg je, zet ze maar eens een poosje bij ons neer. Is dat duur? Kost het wat moeten ze voor betalen? We hebben het, vinden wij, laagdrempelig gehouden. Voor het werk zelf, toch? Ja, en als je het goed doet, betaalt het zichzelf driedubbel terug eigenlijk. Dus 75 euro voor een sessie. En dan, en dan doen ze dat in principe voor 4 weken? Vier weken, dus 4 keer het bedrag. En de praktijk is na 4 weken? Gaan ze weer terug op kantoor zitten of blijven ze bij jullie? Sommigen blijven bij ons, sommigen gaan terug naar kantoor en komen na een poosje weer terug. Dat wisselt, maar we hebben erg enthousiaste reacties. Ja, ik denk dat in deze tijd het probleem is waar heel, heel veel ondernemers en managers slapeloze nachten van hebben. Hoe krijg ik mijn verkopers aan de praat? Ja. De suggestie is dus wellicht, zet ze eens een tijdje bij jullie neer. Ja, heel erg bedankt voor je toelichting. Succes. Graag gedaan. En tot zover deze aflevering van Business Point. Voor meer informatie kijkt u op onze website www.infothuis.tv. En een nieuwe aflevering van Business Point is er volgende week weer.